Jan-Willem Zwanen, je bent inmiddels doorgefietst. Waar ben je, Jan-Willem? Ja, ik ben nu bij de openbare basisschool De Klimroos. En ik doe hier nu een heel mooi getimmerd houten kastje open. En daar staat boven kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp. En er staan mooie boeken in. En naast het kastje staat Gwendolien van Zijl. En zij is betrokken bij de kinderzwerfboeken. Waarom doen jullie dit? Ja, goedemiddag. Ja, wij doen dit kinderzwerfboek al zo'n 13 jaar. En dat doen we omdat we het heel erg belangrijk vinden dat alle kinderen in Nederland boeken kunnen lezen. En overal waar ze komen boeken kunnen vinden. Want we gunnen elk kind de magie van verhalen. Geweldig. En ik zie hier een kastje staan. Maar ze staan dus in het hele land. Hoeveel kastjes hebben jullie? We zijn nu bij het 5000ste kastje. Dat is vorig jaar geopend door voormalig minister Dennis Wiersma. En we hebben inmiddels ruim 5400 kinderzwerfboekstations. En die staan echt door het hele land. Nou, dit is toch echt ongelooflijk. En er staan hier wel wat boeken in. Maar ik moet één ding zeggen. Het zijn er niet zoveel. Loopt het niet zo lekker? Nou, ik ben er eigenlijk heel erg blij mee dat ik weinig boeken hier zie staan. Want het is voor mij een teken dat de boeken gelezen worden. Want met kinderzwerfboek nodigen we kinderen uit. Vind je een boek, neem het mee, lees het. En laat het daarna weer verder zwerven, zodat nog veel meer kinderen van dat boek kunnen genieten. Nou, geweldig. En het kastje wordt al iets voller. Want Daan, zoals je weet, hebben de collega's boeken ingezameld. En ik heb al één boek meegenomen. Oh, heel goed. Van Tosca Mente, juffrouw Potts, mag ik deze aan jou verhandigen? Nou, hartelijk bedankt. We zijn er heel erg blij mee. Ik ga hem meteen in de kast zetten. En vertel eens, wat zouden wij als inspectie en onze collega's, wat zouden die voor jullie verder kunnen betekenen? Nou, omdat we zoveel kastjes hebben, door het hele land hebben we heel veel boeken nodig om al die kastjes te bevoorraden. En wij krijgen al heel veel boeken gedoneerd van uitgeverijen. Maar daarnaast sturen wij ook stickers op naar iedereen in Nederland om je eigen boekenkast op te ruimen. Want wat is nou eigenlijk zonde dat al die boeken die je één keer hebt gelezen maar in een boekenkast staan te verstoffen, terwijl ze ook door heel veel kinderen gelezen kunnen worden. Dus wij zijn blij met zoveel mogelijk boeken om al die kasten te kunnen bevoorraden. En daarnaast zijn we ook heel erg blij met iedereen, alle handen die zich willen inzetten om ons werk mogelijk te maken. En dat kan door zelf een kinderzwerfboekstation te starten. Of misschien een keer met een team bij ons boeken te komen inpakken. Nou, Daan, dit is toch geweldig. Hier gaan wij toch de schouders onder zetten. Ja, fantastisch. Dankjewel Jan-Willem, dankjewel Gwendolyn. Fijn dat er zoveel al binnen is, maar blijf ze sturen.